Paul, kun je in Dubai ook een hypotheek krijgen? Dat is een vraag die ik best wel vaak hoor. Ik lees hem maar gewoon voor. Ready homes from 3600 per month. Een hypotheekaanbieding van Damac. Dat is een van de grote property developers. Stop renting, start owning. Wat kost dat? Dat gaat je 3600 dirham per maand kosten. Met de huidige tarieven grofweg 1100 euro per maand. En de down payment is 140.000 dirham. En dat is dus een down payment van grofweg 30.000 euro. 25 jaar loopt dan de tenure, de hypotheek eigenlijk. En terms and conditions may apply. Nou, net als in Nederland geldt dat als je een baan hebt, het makkelijker is om een hypotheek te krijgen dan wanneer je ondernemer bent. Als je ondernemer bent, zul je echt meer geld zelf mee moeten nemen. Denk aan 25%. Minder kan. Er zijn banken die akkoord gaan met 15%. En als werknemer zul je ook altijd wel wat geld mee moeten nemen. Dus het fenomeen van 100 of 110% financiering ben ik niet tegengekomen in Dubai. Of in een ander emiraat, ook niet. Maar het barst van de aanbiedingen van banken die in een package deal met de property developer. Of property developers met een package deal met een bank. Tegen je zeggen, joh, hier tekenen en je zit 25 jaar vast en je hebt een... Je bent huiseigenaar, villa-eigenaar. Vaak klik ik even door aan een golfcourse met een redelijk furnished geheel. Trouwens ook nog wel, een tip. Vaak zit, net als in Amerika, bij de koop van je huis ook een stuk van de keuken of de hele keuken erin. Inclusief je koelkast en inclusief een vaatwasser. Dat scheelt wel heel veel gesjouwen gedoe. Is niet altijd zo. Dat kan dus, net als in Nederland eigenlijk. Alleen, net als in Nederland, teken niet binnen een week. Denk er even goed over na, vraag advies en kijk of je het echt kunt betalen. Want net als in Nederland en België, je komt wel echt in problemen als je de hypotheek niet kunt betalen.